Guten Tag! Van alles uit, ik heb een fijne week als stel hier buiten. Een schijnetje schenk van mijn mam. Zij had twee zinnen te stellen voor haar en voor dad. En mijn dad is al gestorven, zo nu ga ik die te huilen krijgen. Zij is in een klein huis dan getrokken. Nu ga ik de laatste dagen die hier buiten je had en dat jij me zo schijn hier boven zetten. Zo vandaar wil ik een beetje reden van je brak het hoort. Ik denk waar het lange weg en dan weer een roltape op een weg. En het eerste wat mij bijvalt weer dat de film van wie ons wij doen haar. Want het blijft om charpen wat is, dan bak wie dat tape even niet zo. Maar want het met je brak het hoort te doen haar, dan is het werkelijk zo van wie dat ook maar blijft verzekerd verschwind wat even te baken. Dat het niet meer als wat wij doen. En wat Emma van waar dat dan is, wat wij dat doen, dat kan die nul zijn, dat hoop niet. Dat bloos wat Eva baken, even je brok niet hoort, dat wordt niet wat goud doen voor ons, dat wordt niet de heiling brengen wat ons het ontveelt. En wie feilen ons alle verbroken? Vielleicht niet alle dezelfde tijd, maar er zijn allemaal dingen in ons leven wat er plezier doen, wat ons verbroken mag feilen. Zoals van wie wat aardig je doen hadden, wat met ons aardig is, of wie feilen ons vergeten. En dat heeft allemaal met je brak het hoort te doen. En Psalm 147 redet van die haar heilt, die een je brak het hoort haar. Hij bebindt aan ere wonde. God dat dit. Zo so, wat worden we bloos schwind verzekerd wat te bedaken, dat te bebaken en glijven dat dat wordt ons helpen. Nee, ons veelt het aan God. Ons veelt het aan dat God wat ons te wordt zijn en dat Hij ons die brood met God wordt heilen. En wat Hij dat staat, dat zag ik ons kleine schraaf. En in die brood met God, dat meint ons ganse hoort als val van zware truur. En wie haar ons getest, niet zo? Wie feilen ons roofgeloten. En zo, ons gebroken hoort als werkelijk een diepe persoonlijke ervaring. En daar zijn veel mogelijk veel mensen wat wie willen daarvan reden. Want ons is het zo dichtbij en ons jankert met wem te reden wat wie kennen. Truur. En wat we weten, wat ons goed zijn. En God is werkelijk de baas dat hou, maar ons veelt het aan mensen ook zo. Ik hoop dat wanneer je brak het hoort hast, dan hast u wem in die leven wat er kan die helpen. Voor die beden. En dat u die kost gans te uitscheren. Dat u kost geheild worden. Een gouden ding wat je brak het hoort brengen, dat is dat we abhoort gedaan hebben. Zie God heeft een weg voor ons. En veel meer willen we bloos onze ene weg nog gaan. En krijgt ons met alles bebaken. Wat we niet hopen dat. En zo, ons veelt het aan. Maar ophorken zijn, wat wil hij met dit? Wat wil hij met mijn verbrokken hoort? En really wat hij wil ons anderen. Hij wil ons gans uitrennen van wat niet goed is. En hij wil dingen anderen in ons leven wat niet goed zijn. En nog een ding wat hij wil met ons dat is. Hij wil ons met zijn gerechtigheid kleiden. Zo laten we aan ons heilen. Ik hoop we doen. Mij is dat zeer, zeer veel weet wat hij met mijn verbroken het hart gedaan heeft over de jaren. En zoals hij mij heilen deed. En op hij schakt mijn oude vrouw en mijn leven aan, wil mij dat zo nodig te ontvelen dat ik hoorde om je vraag te doen. Mijn man deed ook beter door Eva. En eenmaal een dag, dan jij hij daar op. En die vrouw deed nu nog iedere dag voor mij beter. Zij vond mij meestal op, meestal komen we toop. En haar een gouden vertaal. En dat heeft mij zo zeer geholpen. Vlaag is het in die eigen. Oder vielleicht is het met een vriend wat die hart gebroken is. Dan wil ik die motto spreken. Bid om kracht om los te laten. En niet in de dikke woontrammen die buur dicht dat wat die zo wij doen heeft. Maar laat nog zes van die goud zijn. Laat God
zijn live naar die komen. Moes met die zelfs matlieden ha, en de genoot te die zelfs bewijzen en zijn law. In verre weg gaan, met God hoop. Op zijn weg, niet op die ene weg. Want ons ene weg brengt God de waarhoofdje heilig, wat ons het onveilig deed. Zo, ik wil die motor spreken, zeg naar God en zeg, wat is zijn weg? Wat wil hij met die en deze law? En de koos ik bidden voor hem, wat die hart gebroken heeft. Bid voor hem en vrouw God, hem te zien en met zijn lijf, en dat hij ook wil kennen je huild worden. En dan wil ik nog klaar maken dat de God danken is voor die tijd wat u met deze vriend, of dat deze maand of vrouw, en hij heeft met hoop je hart. En in Feiser 2 vers 10 zegt het, door dat wie met Christus Jezus verbonden zijn, heeft God ons nie geschaffen. In einen stand verzaad, dat wie godet donen tjernen. Nu zal wie ook door nog leven. Zie de vindt wel ons gans verdorven met ons verbroken hart, aber God wil ons nie maken door derich. En so wat mij zo interessant weer, dat we nog aan te denken aan Jeremia. God zei mal te am, hij zal mal naar dem top strekken, vielleicht aan we dat een lijm strekken, naar dem zijn huis donen en zijn wat hij daar deed met die lijm. So hij jeet en checkt wat is lijm strekken deed met dat beetje lijm. En hij merkt dat, dat hij schaaf daarmee op een aan verdorft dat biet lijm. En over die schmettert gauw weg. Die neemt dat, die draagt dat en vertwaartst dat en arbeidt. Maar dat biedt lijm, werd dat kraak zo uitreed als hij dat wil. Dat is kraak zoals het in dien leven en mijn leven is. Wie zijn zoals dat lijm en God zijn hang. En wanneer dat verdorven deed, der schwere dingen aan het leven, dat schoort dat het eng zal zijn voor ons. Nee, God wil met ons schaffen. Hij arbeidt aan ons, der schwere ding, om ons kraak en zo'n gefäß te maken, nog zo'n gefäß te maken, wat werkelijk zo is als hij dat gepland heeft. So waar wie de schwere ding wat onze harten breken doen, waar wie die God even geven en laten doordurig zijn arbeid aan ons passeren, dat wie kraak zo zijn als hij ons wel toe haar. Dus ik weet niet dat hij die en mij wel heilen, met wat emma wie durig gaan. Veel meer blijf ik weet wie kraak, dat valt zich nog gans en bieter je broken. Ik vond deze bieten aan God laten en ik dacht, man, deze bieten die komen rein alle van de zelfs jeshiv her en dat ze bij alle twee gebroken. En zo ik dacht een beetje aan, wat schaaf ze dit? Over God deed dat, hij brengt die bieten toop. Zie twee van die bieten polsen krijgt toop. Hij wil die bieten haar. Was du am vertrouwen met die verbroken hart? Was du am? Die bieter Eva Jeve en laat de arm dat taubstalen, zoals hij dat voor die wel en zoals hij dat gans het baaste voor die hem zijn heeft. Mag God die zijn.